In deze video laat ik je zien hoe je een automatisch mailbericht kunt sturen als je bijvoorbeeld op vakantie bent. Door naar Gmail te gaan, klik je op de instelling hier rechtsboven en daarna klik je op alle instellingen bekijken. Vervolgens scroll je helemaal naar beneden, totdat je dit venster ziet. Daarna schakel je automatisch antwoord aan. Dat begint vanaf 7 november en eventueel kan ik de laatste dag instellen, bijvoorbeeld 14 november. Ik ben bijvoorbeeld een week op vakantie. Daarna geef ik een bericht onderwerp en inhoud. Bijvoorbeeld, hey, ik ben op vakantie, neem contact op met mijn collega's als ik er niet ben. Op 14 november ben ik weer terug. Als je dat hebt ingevuld, dan kun je zeggen dat je alleen antwoord wilt sturen aan mensen in je adresboek. Dat is een optie. Of als je beide opties uitzet, dan stuurt hij naar iedereen dat automatische bericht. Nou, volgens mij is dat de voorkeur van de meeste mensen, wat ik zo in mijn ervaring zie. Dus deze twee opties kun je in principe uit laten staan. Nou, heb je dat nou eenmaal ingesteld, dan klik je op wijzigingen opslaan en vervolgens is de automatische antwoord actief. Heb je nog niks ingevuld, zoals ik, dan krijg je een foutmelding met het verzoek alsnog iets in te vullen, al is het een eentje. Nou zie je in de bovenbalk dat die automatische antwoord is ingeschakeld. Dat kun je gelijk uitzetten of je kunt je antwoord aanpassen door hierop te klikken en weer terug naar beneden te scrollen. Nou, dat is hoe je een automatisch antwoord instelt binnen Google Workspace. Mocht je nog vragen hebben of tips, laat het me dan weten in de reacties. Vond je deze video handig? Doe dan een duimpje omhoog. Succes met het instellen van een automatisch bericht.